Erik de Vroet is hier ook. Theatermaker Erik de Vroet. En hij komt aan tafel en... ik ben blij dat hij hier is. Erik, welkom. Ja, er zijn wel wat overeenkomsten in... we gaan het niet over erotiek hebben. Maar er zijn wel wat overeenkomsten met... ik wil ook over vertellen. Met Anne, als het gaat om... zeg maar een ontwikkeling naar een hele persoonlijke kern toe. Erik de Vroet kent iedereen, denk ik. Ik kan nog wel even introduceren als je echt niet naar theater gaat. Wie gaat hier naar theater? Kijk dan misschien. Ja, ik wel heel veel. Heel veel. 2003 begon je met de reeks Mighty Society. Ja. 10 delen. En die werden al snel... bejubeld door de kritiek. En dat is eigenlijk, dat is natuurlijk een prestatie tot het eind toe zo gebleven. Daarvoor was je al theatermaker natuurlijk bij Monk. Je bent regisseur, je bent acteur ook nog wel een beetje en je schrijft. En ik vroeg me destijds al af waarom 10 delen, maar... Dat klinkt heel megalomaan. Megalomaan. 2003 te aankondigen. Ik ga 10 voorstellingen maken en dan gelijk aan een soort associatie met 10 geboden en zo. En Kieslowski. Eigenlijk voor mij begon dat heel, en dat is echt zo, het begon heel praktisch. Ik ging bij Monk weg. Ik wilde niet meteen een nieuwe groep oprichten, want anders ga je niet bij een groep weg. Dus ik wilde meer een soort van een serie voorstellingen maken. Ik had bij Monk, had ik in 6 jaar... 12 voorstellingen gemaakt. En ik dacht, nou, met zo'n serie ben ik dan ook wel weer 6 jaar bezig. Dus 10 jaar geworden. En dan maak ik in die 6 jaar weer 12 voorstellingen. Dus nou ja, laten we iets minder doen. Mm-hmm. Dus dan, het werd een soort van praktische overweging van, nou, dat zullen er weer 10 zijn en dan ga ik weer iets anders doen. Want eigenlijk mijn overweging was ook van, ik wil niet te lang met 1 initiatief bezig zijn. Ik vind dat veel te veel theatermakers, collega's dus van mij, veel te lang bij een bepaalde groep hangen, die na 7 jaar een soort over hun hoogtepunt zijn en dan nog heel erg lang bezig zijn om eigenlijk de instelling in stand te houden. Ik dacht van, nou, na 7 jaar of zo moet ik iets anders gaan doen. Dus toen dacht ik, oké, dan maak ik een eindpunt van en dan hoef ik geen groep. Het is geen groep dus, maar Mighty Society is dan als uithangbord een serie voorstellingen. Op die manier herkenbaar. Het is gedurende de tijd wel steeds meer een soort... Hebben de mensen dat steeds meer gezien als een soort megalomaan ding. En om eerlijk te zeggen, werd het voor mij ook wel een steeds grotere last. Nee, ik had het eigenlijk alleen aan het begin. Want dan moet je denken, ja, 10 delen, die moeten er ook nog maar komen allemaal. Maar die zijn er gekomen en die kwamen er ook steeds... Het was ook wel misschien wel een beetje, omdat ik had gezegd, het moeten 10 voorstellingen zijn die allemaal zich verhouden tot politieke, maatschappelijke onderwerpen. Dat was inderdaad mijn volgende vraag, voor het over dat laatste deel gaan hebben. Waarom? Hoe kwam je daartoe, zeg maar, om... Nou, het was eigenlijk... Vanuit de maatschappijkritische visie. Omdat ik eigenlijk... Het gebeurt helemaal niet veel, eigenlijk. Toen zeker niet, nee. En in 2003 vond ik dat namelijk eigenlijk wel echt ook schandalig worden bijna in de theaterwereld. Dan dacht ik, jezus, hè, dan is 11 september geweest, is Pim Fortuyn neergeknald, is Theo van Gogh neergeknald. En het theater speelt nog steeds Tsjechov, Shakespeare, Ibsens. En doet net alsof het, als je een seizoensbrochure doorbladert in die tijd, ja, dan dacht je, het gaat prima met de wereld, helemaal goed. En ik kwam soms... emotioneler en met een dramatisch gevoel terug van een debat in de Bali of zoiets, dan van als ik uit de Schouwburg kwam, dan kwam ik zeer bevredigd en gelukzalig naar buiten. Terwijl bij de Bali ging het voor mij over dramatische onderwerpen in de Schouwburg. Dus 11 september en Fortuyn, dat waren inderdaad aanleidingen. Ja, en ik vind dat ook helemaal niet bijzonder, want ik denk iedereen in die tijd met zoveel met politiek bezig was. En ik denk dat de theaterwereld eigenlijk gewoon daar heel erg in achterliep. En ze ook een soort hypocrisie had van... ja, nee, maar onze stukken van Ibsen of van Ingmar Bergman... dat is een beroemde uitspraak van Ivo van Hoven, nu mijn werkgever overigens... dat hij zei van, ja, ik doe een huwelijkstrilogie van Ivo van Hoven... van Ingmar Bergman, scènes uit een huwelijk, spelen ze nog steeds... en dat gaat over huwelijks, maar dat is eigenlijk een microcosmos... en uiteindelijk gaat het wel over de hele wereld. En binnen die microcosmos vertellen we wel over de grote culture clashes... die op dit moment plaatsvonden. Dat vond ik zo verbijsterend, want ik denk, zeg dan gewoon dat je maar iets over je huwelijk wil maken. Over het huwelijk wil maken. Maar we gaan nu beweren dat het over de wereld gaat. Maar het zegt natuurlijk ook iets over het hele klimaat dan natuurlijk. Hè? Dit gebeurde ook, maar we hadden actie te maand. Maar jij kwam
Er is geen actietomaat gekomen, er is geen ontevreden publiek. Het publiek zit gewoon in de zaal. En toen jij kwam en er iets anders kwam, toen bleken ze daarmee blij te zijn natuurlijk. Maar er is verder geen... Nou ja, we moeten dat nuanceren, want dat is ook wel misschien een... gelijk om een stap verder te maken, misschien een desillusie na 10 jaar. Ik weet niet zeker of het zo is of het publiek op heel nieuw geschreven, politiek geëngageerde stukken zit te wachten. En ik denk, nou ja, uiteindelijk vrees ik dat het grote publiek nog steeds wel het beste afkomt op bekende titels. En toch de Shakespeare's en de Hamlet en de Ibsen's en de Sophoclessen. En de bekende schrijvers of de bekende boeken. En het is ook een soort desillusie wel geweest. Want ik dacht van, ja, dan ga ik met die stukken echt iets teweeg brengen. En dat is veel moeilijker gebleken dan ik dacht. Daar gaat ook mijn laatste voorstelling over. Een soort van, misschien wel een veel te naïeve opvatting daarover. En ik dacht van, ja, als we stukken maken over die onderwerpen, zitten mensen in grote getalen op te wachten. Dat is niet per se zo. Mensen vinden het allemaal heel belangrijk. En daarom is het een heel groot succes geweest. Ook vooral onder critici die dat allemaal heel belangrijk vonden dat gebeurde. Maar er is nog een verschil in ons leven wat we belangrijk vinden, dat we dat niet per se op onze zaterdagavond hoeven te kijken. Dus ik vind een televisieprogramma als Tegenlicht vind ik het beste televisieprogramma van de omroep. En toch kom ik er niet toe om het elke maandag te gaan kijken. En dat is een hele rare discrepantie in ons, vind ik. Ik sla even een paar dingen over, maar dit verhaal horend. Waar komt dat laatste deel vandaan dan? Want na een reeks van 9 delen, zeg maar, waar je dit motief uit hoort spreken, komt er dan een volstrekt persoonlijk verhaal. Ja. Kun je kort vertellen waar de voorstelling over gaat? Misschien heeft niet in iedereen... zou je in een paar woorden kunnen samenvatten zelf? Ja, maar het 10 gaat eigenlijk over de... het heette hoe ik de liefde vond in het nieuwe Azië. Het gaat over een figuur, Lex. Een man van in de 70 die een relatie heeft met een meisje op Bali van ruim 40 jaar jonger. Die een hartaanval krijgt, waardoor eigenlijk de man die niet in het ziekenhuis wil blijven, zijn zoon uit Nederland komt, een kunstenaar, een beeldkunstenaar in het stuk, en ook zijn ex-vrouw van die Lex naar Indonesië komt, ook nog assistent van die beeldkunstenaar naar Indonesië komt, om eigenlijk daar de man op te halen om naar Nederland te gaan, want duidelijk gaat het niet goed met hem. En daar eigenlijk zij erachter komen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Namelijk die relatie met dat meisje. De man is niet in het ziekenhuis, maar staat nog steeds te dansen in de discobar van het Shangri-La Hotel in Surabaya. Het is op Java, speelt in een stuk zich af. Maar gedurende die het speelt zich af op 1 avond en nacht, komt eigenlijk in een soort long day's journey into night, komt het eigenlijk alle persoonlijke onderwerpen aan bod die in die familie heeft gespeeld en waardoor die familie eigenlijk geen familie meer is. En ook vooral de relatie tussen de zoon en de vader wordt uiteindelijk heel erg uitgespit, ook waar het tussen die twee fout gegaan is. Er is een trailer, kunnen we die zien? Een trailer. Ter illustratie van wat Erik nu verteld heeft al. Zo, anders praten we toch even door. Met je vader. Ramses, jongen. Het is zover. It's starting here. It's starting now. It's starting now. Jerry, I'm trying to do business with you. I'm just trying to do limitless business with you, yes? Maar Jezus Christus, jij bent niet zo fucking onhoog als jij. You wanna marry? What are you trying to prove, old man? Wie is er hier aan deze tafel? Turco. It's starting here. It's starting now. It's starting now. Yeah.
zien uiteindelijk natuurlijk. En ik heb hem gezien, maar in het algemeen, na gifschandalen en na Geert Wilders en na terrorisme. Waarom verwachtte niemand dit als een slotstuk? Waarom dit verhaal? Hoe kwam dat? Ja, in eerste instantie was ik helemaal niet van plan dit stuk te maken op deze manier. Het was eigenlijk, ik had al een aantal jaar geleden besloten om het later... Iedereen kijkt naar het scherm. maar dat is goed hoor. Nee, maar het is een fotosender. Oh ja, dat zijn foto's uit de voorstelling. Een aantal jaar geleden besloten... Volgens mij zijn het foto's zelfs van de repetitie. Dit is eigenlijk heel knullig. Dat hebben we eigenlijk gerepeteerd op die manier. Ja, maar zijn repetitie. Ja, foto's zijn mooi. Ik had besloten het moet gaan over Indonesië. En voor mij was een aantal jaar geleden, toen ik dat zo bedacht, van dit moet, het laatste stuk moet in Indonesië afspelen. Indonesië voor mij meer een soort containerbegrip dan per se een heel persoonlijk onderwerp. Mm-hmm. Ik dacht, in Indonesië kunnen heel mooi al die Might Society lijnen komen heel mooi samen. Dus het was meer een dramaturgisch idee. Via Indonesië kan je het hebben over de geschiedenis van Nederland. Je kan het hebben over Nederlandse oorlogen aan de andere kant van de wereld. Je kan het hebben over islam, over het nieuwe Azië, globalisering, terrorisme. Al die onderwerpen zouden dan bod kunnen komen. Dus toen ik ook dat stuk ging in eerste instantie ging bedenken en maken, was ik heel erg gefocust op politionele acties, de hele Nederlandse geschiedenis, Indonesië, ontwikkeling van Indonesië, opkomst van Indonesië. Het bestaande concept van Martin Society. Precies, maar gedurende eigenlijk het werkproces werd ik eigenlijk ingehaald door de werkelijkheid van iets veel persoonlijkers wat met Indonesië te maken had. Namelijk het verhaal van die figuur Lex uit de voorstelling is het verhaal ook van mijn vader. Je vader ging naar Indonesië toe op een gegeven moment. Mijn moeder, die daar is, die is geboren in Indonesië. Wat natuurlijk ook een deel speelt. Ook uiteindelijk een deel is gaan spelen in de voorstelling. Of een figuur, een moederfiguur die niet per se mijn moeder is, maar... geïnspireerd. En vooral mijn vader, een Nederlandse man die al lang gescheiden is van de vrouw in het stuk. En uiteindelijk ook mijn vader. Mijn vader heeft ook op 70-jarige leeftijd of zo, ging hij ineens een aantal zomers naar Indonesië en had daar, zei hij tegen ons heel trots, een vriendinnetje. En wij dachten meteen van, oh god, weet je, niet zo'n Michel Houellebecq achter verhaal in mijn leven. En we wisten direct wat dat ook was. En tegelijkertijd spraken we daar helemaal met elkaar niet echt over. Want we dachten gewoon, dat is een prostituee. En dat is, je ziet afschuwelijke beelden meteen voor je. En eigenlijk, je zit ook natuurlijk vol met vooroordelen, die waarschijnlijk ook deels kloppen. En tegelijkertijd voelden we een hele grote schroom om daar direct het gesprek mee aan te gaan. En direct was het ook een soort relativering. Nou ja, wat maakt het eigenlijk wel uit? Wat heeft hij anders nog hier? Want hij had ook hier, zijn tweede vrouw was ook al overleden. Hij werkt al heel lang niet meer. En hoe was zijn band? Hoe was jouw band met hem? Mijn band met mijn vader was eigenlijk behoorlijk slecht en wederzijdse verwaarlozing. En je hebt hem daar gezien in Indonesië? Nee, want ik speel zelf een heldenrol in het stuk. Die Ramses, die geïnspireerd op mij is. Maar ik ben zelf helemaal in Indonesië gegaan. Ik was eigenlijk te druk met mijn Geert Wilders voorstelling, die een groot succes was. Dus ik moest toen kiezen van, ga ik nou naar mijn vader toe, die daar dus een hartaanval had gehad, ook een aantal dagen later een hersenattack kreeg. Wat hem uiteindelijk ook een soort van onherstelbaar beschadigd in zijn hoofd. Toen ben ik zelf eigenlijk niet naar Indonesië gegaan, maar is mijn zus in eerste instantie gegaan. En later uiteindelijk ook mijn broer om op te halen. En die is ook een aantal maanden later zijn ze teruggekomen, of een aantal weken later. Maar de gesprekken, alle gesprekken en alle confrontaties die in het stuk plaatsvinden, hebben in het werkelijkheid helemaal dus niet plaatsgevonden. Nee, had je gewild dat die hadden plaatsgevonden? Nee, godsnaam niet, nee. Nee, want al die gesprekken die ik met mijn vader voer, zou ik maar zeggen, in het stuk. Ik zou grote gêne hebben om die in werkelijkheid te voeren. Ik heb ze ook al die 40 jaar nooit gevoerd, durven voeren. Ja, maar gêne, ik ook dat gesprek ook helemaal niet op die manier tot stand had kunnen komen. Ja, dat is interessant voor een regisseur, theatermaker natuurlijk, om dat te zeggen wat je nu zegt. Want jij zegt in godsnaam niet, want eigenlijk dan loop ik tegen die wand van gêne aan en dat vind ik afschuwelijk. En misschien is dat wel Indisch. Maar als je het stuk ziet natuurlijk, dan vinden die gesprekken wel plat. En dan kom je tot die kern. Je zou denken als regisseur van je eigen leven, van ik wil tot die kern met mijn vader komen. En niet, in godsnaam, nee, de gêne. Ja. Dat is een opvallend ding. Ja. Ik denk ook dat de vader en zoon in het stuk eigenlijk toch een nog leukere band hebben dan een betere band hebben dan in werkelijkheid zo was. Ik wil dat denken, mijn vader is ook eigenlijk nooit naar My Society gekomen.
Hij is wel eerder naar voorschijn gekomen van mij. En toen zei hij altijd na afloop van... Het ging alleen maar over seks. Wat helemaal niet waar was natuurlijk. Maar voor hem ging het was een soort perverse inhoud kennelijk. Het alleen maar over seks ging. En vervolgens was zijn tweede vraag altijd... En heb je al winst gemaakt met dit stuk? En toen zei ik, ja, nee, natuurlijk niet. Ik maak geen winst, daar gaat het niet om. Dus voor hem was ik een maker of iemand die iets maakte over seks... en daar nog steeds geen winst mee maakte. Dus ik moest wel een hele waardeloze ondernemer zijn. Dus ik wil maar zeggen, we grepen elkaar totaal niet. En we zijn al heel lang geleden opgehouden daar ervoor echt te discussiëren. Dus we leefden gewoon een beetje langs elkaar heen. We zagen elkaar af en toe. En ja... Ja, maar goed, dan komt er toch dit stuk. En dat is een stuk dat werkt. Het geldt voor meerdere dingen die vanavond aan de orde kwamen, die je ziet of leest en die bij mij anders uitpakten dan ik had gedacht. Ik ga uit van een formule, ik denk dat ik het ken, en dan blijkt het uiteindelijk toch heel anders te zijn, want het werkt heel erg goed. En dat betekent toch, als jij zegt, die vragen die zijn voor mij, ik weet niet eens of ik ze aan de orde had willen stellen, een vraagteken, want ik denk, je hebt dit stuk gemaakt uiteindelijk. En de kracht ervan is natuurlijk dat het zo dichtbij kan komen. Terwijl je zegt, nee, persoonlijk had ik het toch liever van me afgehouden. Dus daar geef je me nog geen antwoord genoeg op, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, want hoe heb je het dan kunnen maken met de kracht die het heeft? Ik weet niet of dat een flauw antwoord is, maar misschien heb ik... De personage in het stuk heet ook geen Erik, hij heet Ramses... Maar hij heet de Vroet, net als jij. Ja, wel Ramses de Vroet. Hij is een beeldend kunstenaar. Hij maakt een soort van... Hij is wereldwijd beroemd, dat ben ik helemaal niet. Maar het is ergens een soort van... Ja, ik denk dat ik die maskers nodig heb. En ook de veiligheid van het zijn maar die personages. Zelfs ook om mijn eigen emoties erover... en mijn eigen frustraties erover... veel serieuzer te kunnen nemen. Dus juist via die personages... durf ik pas ineens woedend te zijn op mijn vader... of verdrietig te zijn over bepaalde dingen... En ik denk in mijn eigen leven, ja, dat is een soort van een makken van een soort van continu maar dat relativeren, dat wegnuanceren, dat van alle kanten kunnen bekijken, al de nuances kunnen zien daarvan. Mm-hmm. Terwijl ik met het personage in het stuk, die kan ik het wel gewoon daarover op tafel laten slaan. Mm-hmm. En ik denk dus dat ik dat nodig had, die vorm. Ja. Ik vroeg me ook af, en dan kom ik op een aansluitende vraag, maar je bent Indo. En toch, ik zag het stuk en ik dacht, het is geen zoektocht naar etnische wortels. Het had voor mij gewoon ook in Paraguay kunnen spelen, inderdaad. De echte kern gaat over iets anders. Dat vond ik ook wel weer verfrissend, hoor. Dat het geen temperatuur, niet weer op zoek naar je roots. Dat heb ik al in de jaren 80 meegemaakt. Dat is eigenlijk juist ook een thema, eigenlijk misschien juist in de voorstelling, dat in de Indonesische... Indonesische gemeenschap heel vaak dat de link naar Tempo Dulu en naar Passamalam en et cetera wordt gemaakt. Dat heb je volstrekt. Ik ben eigenlijk ook nog heel erg beïnvloed of door mijn moeder die daar een best wel een ongelofelijke hekel aan had. En ik heb dat eigenlijk zelf ook wel een soort van een soort van allergie tegen. Maar is het wel een artistieke zoektocht ook? En dan kom ik terug op wat je dus daarnet zegt. Wat je in die voorstelling ook hoort. Dat je aan bepaalde dingen voorbij wil. Het is ook voorbij willen aan de politieke correctheid. Waar je toch mee te maken krijgt. En dat hoorde ik in terug. Dat is het wel, denk ik. Het is niet alleen een vader-zoon verhaal. Maar nee, het is een soort wat zegt het over jou als maker nu? Ja, ik denk ook een soort van of dat is in ieder geval wat een stuk aan de orde komt. Wat het nog grimt. Personage zegt van wordt het niet eens tijd de wereld te gaan bekijken zoals die werkelijk is, in plaats van maar steeds die, wat zegt hij nou precies, maar in ieder geval zoiets van de kritische distantie tussen, de morele oordeel over tussen mij en alles in iedereen te plaatsen. Natuurlijk was in die zin My Society ook wel steeds een soort van, een oordelend project, een soort van overal maar de lat langs leggen van wat zou het moeten zijn, wat zou de wereld moeten zijn, hoe zou ik moeten zijn, hoe zouden we met politiek bezig moeten zijn. Daar wilde je zelf op een gegeven moment van bevrijd. Het was een soort van continu, ik vond dat een hele belangrijke vraag, tegelijkertijd kwam ik er steeds in alle stuk steeds maar achter, maar zo zit het niet in elkaar. En het is eigenlijk nu een soort van ook, ook misschien persoonlijk in mijn leven ook zo, dat ik nu pas toekom aan van... Ja, zo zit ik in elkaar, zo zit de wereld in elkaar. Niet om daarbij helemaal bij stil te staan, maar ook om dat ergens te erkennen. En niet maar steeds, maar toch uiteindelijk, hoewel de voorstellingen niet moralistisch waren, maar en ook geen vingertje hadden of zo, dat niet, maar wel steeds maar zoeken wat dat zou moeten zijn. We zouden moeten zijn.
Ja, het wordt, van dat soms, ja, en dat slaat soms ook een werkelijkheid over, wat we werkelijk zijn. En dat, misschien ging dit stuk wel echt over hoe bijvoorbeeld de relatie tussen mijn vader en mij werkelijk was, in plaats van hoe vader en zoon relatie zouden moeten zijn, bijvoorbeeld. En ja, dan komt het tot een heel klein intiem punt van wat heeft die zoon en die vader, wat hebben ze nou van elkaar gemist? En dat is eigenlijk zo klein dat iets wat ik een aantal voorstellingen geleden nooit durfde te erkennen, ook als belangwekkend thema. Omdat ik dacht, ja, dat is zo persoonlijk, zo klein. Het gaat echt bijna over van waarom heb je me niet gezien? Waarom heb je me niet erkend in wat ik ben of zo? En dat vond ik allemaal zo intiem. Maar ja, in deze voorstelling legde ik op tafel en bleek dat juist een heel groot thema te worden. Ook voor de mensen. Ook hoe spannend, geraakt natuurlijk. Mensen daarin waren. Ja, lijkt me spannend. Had je ja, die... ook tegelijkertijd ook bijna een soort van... hele ondergraving van de hele serie. Een soort van eigenlijk waar ik mee begonnen was. Van moet het niet steeds meer over onszelf hebben als theatermakers. Moet het over de wereld hebben. En uiteindelijk heel de serie lang. Het belangwekkendste punt in de hele serie wordt uiteindelijk mijn allerdiepste, kleinste frustratie. Ja, dat is een geweldig gebaar ook wel. Eigenlijk is het een grote mislukking, gewoon die hele serie. Nee. Ik wil naar het punt toe, wat nu inderdaad. Want dit stuk, en het zijn artistieke dilemma's. En dat is de vraag, wat nu na deze succesvolle reeks? Ja. Vroeg ik me af, wat zou er kunnen? Ik gelijk maar alles overboord gegooid. Dus ik ga ook nu maar gewoon klassiekers in eerste instantie doen. Dus ik ga nu vrijdag doen van Hugo Claus in Duitsland, in Bochum. In een grote zaalvoorstelling. Ik ga John Osborne doen, de entertainer, bij het Toneel Amsterdam. Ja. Verder verwijderd van mijn afhankelijke idealen kan eigenlijk niet. Dat zijn eigenlijk wel ook stukken die ik heel graag wil doen. En ik denk ook wel, wat ik soms nu zit over na te denken van waar ik nu sta ook. Ik heb ook soms het gevoel dat ik, als ik op deze manier door zou gaan, de Might Society zoals het nu was, ik een soort van gevangen blijf in het nu. We zitten eigenlijk allemaal zo ontzettend in het nu, zou ik maar zeggen. Dat klinkt misschien abstract, maar als we zo overvoerd worden continu door informatie en al die kapsel. Ja. En dat ik eigenlijk bijna een soort van, ook niet meer verder kom in dat nu. En maar het site ging steeds maar over actualiteit. Dat ik nu bijna behoefte krijg om een soort psychoanalyticus te gaan vroeten. Nou, misschien niet alleen maar in mezelf, maar ook in het verleden of ons collectieve verleden. Een soort van, ja, ik dacht ook van, als je een acteur helemaal in gevangen zit in zichzelf en te veel helemaal in dat nu gevangen zit, dan vraag je eigenlijk aan acteur, de basisvraag van Stanislavski is, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En ik heb dat zegt meer... Tante S ook zoiets hoor, pas op. Maar de dynamiek zeg maar, het is wel mooi als die bewaard blijft natuurlijk, de dynamiek van Mighty Society. Ja. Zou jij ook... Ja. Daar zat ik zelf te denken. Mm-hmm. Kijkend aan hoe de Rotterdamse lettersector zich nu ontwikkelt. Kijkend naar het theater hier. Wunderbaum. Ik zou me ook een ander theaterklimaat kunnen voorstellen. Waar jij als dynamische maker met een visie bij komt. Zou je een groot gezelschap willen zou je dat interessant vinden? Of zeg je, nee, dat behoort voor mij niet tot de mogelijkheden. Ik wil mijn eigen individuele verhaal als doen. Als je nu een vacature hebt voor mij, dan wil je dat aankondigen hier. Dat is wel leuk. Nee. Om heel helder te zijn. Het is absoluut een ambitie en een volgende stap voor mij. En het is een lang traject al gaande ook daarin. Om artistiek leider te worden van een groter gezelschap. Dat zou ik absoluut. En ik vind het onzin om ook naar een nieuw groot gezelschap te gaan oprichten. Want er zijn eigenlijk een aantal 8 grote voorzieningen in Nederland. In de grote steden. De 8 grote steden. Zijn grote structuren. Die moeten op een gegeven moment worden die ook weer ververst, die plekken. Dus ik ben absoluut... ambieer ik om zo'n plek over te nemen. Om dan eigenlijk die Mighty Society dynamiek die jij zegt... ook op een veel groter platform te werken. En of dat nou in Rotterdam is of in Amsterdam, dat zou allebei kunnen. Nou, Rotterdam zou wel gebaat zijn, dat zeg ik dan. Als ik kijk naar Wunderbaum, het aantrekken van nieuw jong publiek, het dynamische, dan... Ja, daar zou wat mij betreft een vacature kunnen komen. Ik moet afronden. Want, ik solliciteer. Ik moet afronden. Maar dat vind ik... Beleidsmakers, hou uw oren open in de zaal, zou ik zeggen. Je moet naar de overkant nu, weer. Ja, internationale keuze van de Schouwburg. Dank voor je komst. Ja. Dat was interessant. Dank je. Erik de Voet.